Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van iets voor 7 uur vanochtend zien we dat de bewolking overheerst in Nederland. En ook ten zuiden van ons land ligt nog veel bewolking waar we in de loop van de dag mee te maken gaan krijgen. In de ochtend valt er van tijd tot tijd ook nog wat lichte regen of motregen, in eerste instantie met name in het noorden en oosten van het land. In de middag breekt vanuit het westen dan af en toe de zon door, er trekken ook nog een paar buien over het land. De wind waait behoorlijk stevig door uit het zuidwesten en het wordt 21 of 22 graden. Vanavond komt die eerder genoemde bewolking dan weer over het land heen zetten en vanuit het zuiden neemt ook de kans op regen weer toe. In de avond ligt de temperatuur rond de graad of 19. Morgen wordt het zo'n 19 tot 21 graden. Vooral in de ochtend valt er nog wat regen in het oosten en zuidoosten. In de middag breekt dan van tijd tot tijd de zon door, maar verspreid is ook nog een enkele bui mogelijk. Op maandag blijft het vrijwel overal droog. In het westen misschien een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden met een nog vrij stevige zuidwestenwind. Op dinsdag en woensdag is de wind afgenomen. En op een enkele bui na blijft het droog bij een middagtemperatuur rond 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.